Ja, en dan loop ik hier. Ja, en dan loop ik hier dus. Midden in, ja, kijk, weer flappoortjes. Dan loop ik hier midden in Alicante. En ik ben nog helemaal niet bekomen gewoon van de ellende van mijn Feyenoord, vrienden. Ik bedoel, het is toch werkelijk om heel hard te gaan huilen en om te janken. Het zieloze zootje wat we daar gezien hebben vandaag. Dat is toch... Oh man. Moet je horen. Ik ben gewoon wat je zegt. Een gewone, leuke Feyenoorder. Maar als je nou echt een Feyenoorder bent. Die dag en nacht met die club begaan is. En die er de hele dag mee bezig. En noem het maar op. En die kan niet eten als ze verliezen. En ga zo maar door. Dan is dit toch niet. Het is toch niet te harde dit. Het is toch verschrikkelijk. Ach mensen. Ai ai ai. Als je toch die dikke Argentijn van pure ellende nog aan het eind erin moet gooien. Omdat je gewoon zo slecht speelt. Ah, mensen. Ik word er dus helemaal gek van. En je hoort die piep ook? Die piep die je hier hoort, die hoor ik ook in mijn hoofd. En dat komt door Feyenoord. Dat komt gewoon door Feyenoord. Oh man, jongens. En dan willen die spelers nog niet eens een beetje van hun salaris inleveren. Heb je dat gezien? Die inzet vandaag. Gewoon te lamlendig om iets te doen. En dat wil dan geen salaris inleveren. En die vragen dan ook nog eens een keer aan het legioen. Feyenoord vraagt gewoon aan het legioen. Wil je dan niet je geld terugvragen voor je seizoenkaart? Hoe durven jullie? Hoe durven jullie? Hoe is het mogelijk? Godsamme nog wat toe. Daar kan ik me zo kwaad over maken. En dan heb ik het nog niet eens over volgende week. Wat zit je daarvan? De klassieker Feyenoord Ajax. Nee, dan moeten ze zo spelen zoals ze nu doen. Nee, dat moet je lekker doen. Ja. Godver. Hey. Nee, ik wil die wedstrijd gewoon niet eens. Ik bedoel, daar word ik nu al nerveus van. En word ik nu al helemaal knettergek van. De Feyenoord Ajax. Dat Ajax gewoon voep. Gewoon zo dwars over de Feyenoord heen walst. En dat je niet weet waar je kijken moet van ellende. Daar ben ik nu zo bang voor. En daarom die hele selectie van Feyenoord. Die moeten zich diep en diep schamen. En op hun knieën gaan liggen. Gewoon hup. En plat uit over de grond. En met hun neus door het stof. En 100 keer sorry tegen het legioen.